Jihadisme is een stroming in de islam die per definitie gewelddadig is. Dat wil zeggen, de jihadisten streven naar het stichten van een staat waar de sharia heerst. En dat mag, als het nodig is, met geweld. Vandaar dus dat je de link tussen jihadisme en geweld altijd kunt leggen. Maar is het een deel van de islam of is het eigenlijk een afscheiding? Sinds het begin van de islam is er een debat geweest binnen de islam over de grote jihad en de kleine jihad. Waarbij dan de grote jihad eigenlijk de jihad zou zijn, zeg maar de oorlog tegen je eigen gevoelens, tegen de vleeselijke lusten enzovoort. En de kleine, dat zou dan de jihad zijn, zeg maar, zoals we die nu kennen. Dus de heilige oorlog voor de islam. Dus er is eigenlijk niets nieuws onder de zon. We hebben deze stromingen altijd al gehad. Dus de vraag of jihadisten bij islam behoren is ja. En sowieso vind ik zelf persoonlijk dat het niet aan mij is om mensen die zichzelf moslim te noemen dan te zeggen dat ik dan zeg van zij zijn geen moslim. Dus in mijn beleving horen jihadisten gewoon bij de islam. Ja, moeten we bang zijn voor het jihadisme of is het een stroming die ook weer snel zal verdwijnen omdat ze zichzelf erg impopulair maken? Het jihadisme is dus van alle tijden sinds de islam bestaat, dus zal er ook altijd zijn zolang er islam is. En er is zeker reden om daar zorgen over te hebben, want mensen die hun heilstaat willen creëren met behulp van geweld en zich dan natuurlijk vooral verzetten tegen al diegenen die het niet met hen eens zijn, is altijd een gevaar. In de eerste plaats overigens vooral voor de moslims in het Midden-Oosten zelf. Daar is natuurlijk het grootste gevaar, want die worden ook vervolgd, de Sjiïten, de Yazidis, we zien het allemaal op televisie. Dus dat bevestigt het gevaar dat vanuit deze groepen uitgaat. Ja, wat is de oorzaak van het radicale islam? Islam kent radicalisme, maar alle religies kennen radicale stromingen. Net zoals ook seculiere ideologieën radicale stromingen kennen. Het is gewoon in de mens, hè, de fanatici onder hen streven naar het stichten van die heilstaat, of het nou religieus of seculier is. Dus het is niet specifiek islamtypisch. We zien het overal door de geschiedenis heen. In de Nederlandse politiek zijn een aantal politici, onder andere Wilders, die al lang zegt dat islam een gevaar is. Heeft hij gelijk? Wilders roept al vanaf het begin van zijn politieke beweging dat de islam een gevaar is. Later is hij, zou je kunnen zeggen, wat meer uit de kast gekomen door te zeggen, moslims zijn een gevaar. Eerst maakte hij zo'n verschil van, islam is levensgevaarlijk, maar ik heb niks tegen moslims. Dat is hij nu, dat heeft hij nu achter zich gelaten. Nu zegt hij gewoon, moslims zijn gevaarlijk. Daarmee richt hij zich dus op mensen. En dat is een groot gevaar voor de stabiliteit van onze samenleving. Want als je iets niet mag doen, en zeker niet een politicus, is een hele bevolkingsgroep over één kam scheren. Dat doet hij volkomen onterecht. Van de zeg maar 1 miljoen moslims die hier zijn in Nederland is het overgrote deel is vredelievend en wil niets anders dan alle andere mensen een goed leven voor zichzelf en hun kinderen. Dus zijn visie op islam is zeer verwerpelijk. Maar in de media heeft het wel de schijn tegen. Er zijn steeds meer media, ook de wat meer gematigde media, die zich steeds meer beginnen uit te spreken. Wilders heeft het eigenlijk deze tijd heel erg goed. Hij hoeft maar achterover te leunen en vast te stellen dat heel veel, ook gematigde politici en kranten, zijn gedachten goed overnemen. Half september, voorpagina van de Volkskrant, een artikel van Sander van Walsum, waarin hij schrijft over de reacties op het geweld van ISIS in het Midden-Oosten. En dan schrijft hij op een gegeven moment, de mensen beginnen zich af te vragen, zijn alle moslims wel te vertrouwen? Dat is een legitiem dat hij dat aan de orde stelt. Maar dan zegt hij erbij, dat het ook een legitieme observatie is. Dat het misschien wel eens waar zou kunnen zijn dat al die moslims niet te vertrouwen zijn. En daarmee schaart hij zich dus in het gedachtegoed van Wilders. Dus dan zie je, hè, wie haat zaait, die oogst het ook.